dit systeem geeft voor de bewoners een heel veilig gevoel. Nou, het is heel simpel. De ambulance die hebben een responder die dus op een gegeven moment dus functioneert op het hek. Dus zodra hij aankomt rijden, weet hij dat hij dus van tevoren het hek al het signaal geeft dat het hek open moet gaan. Nou, en dan is het gewoon heel snel gelijk doorrijden naar de locatie, naar het gebouw waar hij moet wezen. Het grote voordeel van SBS toegang voor de ambulances is dat wij zeg maar, op deze manier een snelle toegankelijkheid creëren tot een appartementencomplex zoals we hier zien. Maar ook binnensteden die afgesloten worden door pollers. Er zijn terreinen die worden afgesloten met slagbomen. Eigenlijk alles wat elektrisch wordt aangestuurd, de bediening van die systemen kunnen wij met SBS toegang overnemen. Bomen hekwerken zitten rond de €300, eenmalig. We hebben hier een afgesloten terrein, een park met 3 appartementengebouwen en die dus 's avonds tussen 10:30 en 18:00 afgesloten is. Dat dus de ambulance dienst moet gaan bellen en dat we iemand het hek moeten gaan open doen, nou, dat was geen haalbare situatie, dat duurde allemaal veel te lang. Die elektrisch aangestuurde objecten worden natuurlijk bediend door een bedieningskast. En wat de leverancier doet, die plaatst in de bedieningskast een aparte unit. En die communiceert dan zeg maar met de zender die in de ambulance zit. Dus dat is eigenlijk relatief eenvoudig te regelen. Als je s'avonds ergens aankomt rijden, je moet 2-3 minuten wachten voordat er een hek bediend wordt. En dat is natuurlijk kostbare tijd. En eigenlijk het grote voordeel zit niet bij de ambulance, maar dat zit bij de patiëntbeslachting.